De bekende Surinaamse artiest Damaru heeft besloten de politiek in te gaan. Dit heeft heel wat stof doen opwaaien. Maar wie is Damaru? Wie is deze jonge man die president van Suriname wil worden? Ik heb altijd vanaf jongs af, eerste klas heb ik gezegd ik wil president worden. Maar toen kwam muziek op mijn pad. Ik heb dan voor muziek gekozen en me echt verdiept in muziek. Enkele dagen terug stond je op het podium van de NDP. Heb je een call gehad of zo? Ik ben altijd een NDP'er geweest. Ik wil de partij anders ondersteunen. Niet meer als een artiest mijn ding doen, weet je, de mensen amuseren, maar ook mijn deel vanuit mijn kwaliteiten, mijn bereik wil ik vooral de jongeren ondersteunen. Damaru, wat wil je? Wat is je aangeboden? Ik heb niet gevraagd om positie, nog functie, maar ik benoem mijzelf nu binnen de partij de Purple Bird. De motivatievogel die de jongeren gaan moeten motiveren om de partij te ondersteunen en ze nog 5 te geven. Aangezien de ontwikkelingen die ze hebben gebracht in 4,5 jaar. Mijn gezicht is gelinkt bij de partij en alles wat mij aangeboden, alles dat men mij gaat aanbieden. En als ik dat kan, ga ik accepteren. Maar voor nu is mijn missie de jongeren ondersteunen, de jongeren motiveren en ik de partij ondersteunen. Damaru gaat de politiek in, zegt hij. Heb ik gehoord. En het liefst naar mijn favoriete partij, dus wish him all the luck and all the best. En we zijn een bakker, dat ik aan trouwen zijn, Juno. Want we hebben een biertje, dus dat ik aan zit hoekom. Is dat niet toch? Oh, ik aan zit hoekom toch, pa. Dat is een probleem. Ja, toch? Goed, want ik heb geen last van Damaru. Hij is mijn buur, oeverbuur jongen, maar ik heb geen last van hem. Hij is echt een vriendelijke jongen. Leuk. Omdat hij kan veel betere dingen voor ons doen. Zoals dingen, straten goed maken. Opkomen voor de jongeren. Geweldig, want hij is een voorbeeldfiguur. Helemaal. Prachtig. Ik vind het wel geweldig dat hij in de politiek gaat. Ik zie niet echt dat die jongen echt like iemand is die in de politiek moet gaan. Dus hij is niet echt persoon in de schoenen, you know. Ik zou zeggen, als het zijn droom is, dan moet hij het maar volgen. Een goed idee. Is nice. Ja, amaka chare waka. Ja, zeker weten. Damaru, big up. Ja, man. We zien een poko systeem. We zien een sport. Sabi toch, dat we allemaal doen. Maar big up, man. Sabi toch? Ja, man. Big up, Damaru. En welke politieke partij gaat hij dan? De NDP. Oh ja, ik zou voor hem stemmen, ja. Zou je voor hem stemmen omdat hij Damaru is of omdat hij bij de NDP is? Omdat hij bij de NDP is en NDP heeft goede dingen voor het land gedaan, daarom zou ik voor hem stemmen, ja. Ik denk van dat hij behoorlijk veel jongeren achter zich zal krijgen en dat hij kan zorgen voor de adequate ommekeer in de Surinaamse politiek. Alleen maar liefde liederen, liefde tuintje in mijn hart en dergelijke dingen. Wat gaat hij doen in een politiek status? Niet omdat hij iets van Nederland heeft behaald dat hij in de politiek moet instappen. Nee, politiek moet je brain gebruiken. Het is zijn keus. Als hij nou in de politiek wil gaan of een zanger wil blijven, zijn keus.
Ja. En onze belangen behartig. Denk je dat Damaru dat zou kunnen klaarspelen? Ja, ik onderschat niemand. Ieder is capabel genoeg om dingen te doen, dingen te realiseren. En ik denk dat Damaru het wel gaat kunnen. Ik heb je gezegd, doe je ding, ga ervoor. Je hebt ervoor gekozen, maak het waar. Ja, wijze woorden van mijn moeder. Hij is geen stoute jongen geweest, ook niet ongehoorzaam, maar hij was meer in de muziek. In muziek, toen hij nog op de lagere school zat, zei ik hem altijd van doe je best. Want vanaf de zesde nog begon hij al zo'n beetje. Hij is naar de Paulusschool gegaan en daar heeft het helemaal laten liggen. Hij heeft twee keer een eindexamen gedaan, twee keer afgewezen. En toen hij in de derde klas zat, lagere school, zei hij altijd van Dino president, Dino president. Hij wilde altijd president worden. Wat belangrijk nu is, is mijn eindexamen maken. Ja, ik ben tot de vierde MILO gegaan. Daar ik nu toch wil gaan, wat ik als droom heb gehad, dan een moment kom ik af om mijn school dan weer af te ronden en verder te studeren. School is op de eerste plaats. Helemaal. En dat zie je. Helemaal. Muziek twee. Ja. Met trots heb ik nu mijn eigen water. De roerwater, het volkswater. Damaru, je bent ook businessman, zakenman, los van muziek. Waarmee ben je zo bezig? Ik ben bezig met mijn eigen water. Ik heb ook mijn eigen café gehad. En ja, ik ben constant bezig. Ik hou van uitdagingen. Ik neem mijn inspiratie van bekende Jay-Z. Hij is ook een artiest die heel veel doet naast zijn muziekcarrière. Hij is zakenman, hij doet heel wat dingen. En hij is ook een artiest die gewoon heeft gezegd dat hij naast Barack Obama staat. En eigenlijk is hij ook mijn inspiratiebron geweest om te zeggen van je moet meer dan muziek maken als artiest. Je gaat je naam moeten branden. Sabi? Zakenman is weer iets anders. Ik zeg ook, ik geef het ook eerlijk toe. Ook daarom heb ik gezegd van mijn studie afmaken. Omdat de marketing bij komt kijken. Kijk, een pokoe promoten is weer anders dan een product branden. Dus er is concurrentie en ik wil altijd nummer 1 zijn. Dus ik heb gezegd van, hey, maar wie toeka? Het volkswater. We zijn sinds kort even gestopt met bottelen omdat ik mijn eigen maal weer heb, mijn eigen fles, mijn eigen label. Want per slot, als je met water komt, is het eerste wat de mens gaat aantrekken is jouw layout. Hoe ziet je fles eruit, hoe ziet je label eruit en derde gaat men het proeven. Mijn muziekstijl is eigenlijk reggae, soft reggae. Dan moet je denken aan Jacquure, Richie Spice, Terry Lennon. Ik heb het meer over de liefde. Voor mij is liefde de basis tot de komende vrede. Als er liefde is, is er automatisch vrede. Naast mijn reggae songs speel ik ook Kaseko. Kaseko is voor mij mijn roots. En tegenwoordig noemt men het Kabula. Het is gewoon een versnellende version van Kaseko. Die eigenlijk een... Ja, ik beschouw dat als Surinaamse muziek. Kabula, ik noem het gewoon rock Kaseko. Kabula is vrij berucht in de samenleving. En jij speelt daar ook een centrale rol in als het gaat om deze stijl van muziek. Hoe ga je daarmee om? Amusement hoort erbij. Ja, en als je me boekt van Damaru, kan je voor me optreden. Vind ik dat ik je moet geven wat je aan me vraagt, want daarvoor betaal je. Ik ga niet. Kijk, tijdens kinderfeestjes, dan zie je dat bepaalde kinderen echt een beetje te ver gaan. Dan zeg ik ook bij die van, hey, rustig. Maar voor de rest zeg ik, je mag genieten. Zolang je het maar weet waar
en hoe je moet gedragen. En per slot zeg ik ook, opvoeding begint thuis. Als je hier leest, krijg je een gouden award als je meer dan 10.000 ter exemplaar hebt gekocht. En als de verkoop verder gaat, krijg je platina. Dus dat wil zeggen dat ik in totaal meer dan 40.000 exemplaren heb verkocht. Hoe staat het met het liefdesleven? Heeft Damaru een vriendin, een vrouw, vrouwen, kinderen? Ja, ik heb een vriendin, ik heb kinderen. Ik ben nog niet getrouwd, maar sluit ik ook niet uit. Ik ben een christen en als christen moet je trouwen. En men zegt, achter elke sterke man staat er een sterke vrouw. Achter jou staat er dus een sterke vrouw? Of vrouwen? Een sterke vrouw en vrouwelijke fans. Mijn meisje is inmiddels 7 geworden. Daarnaast heb ik ook een zoontje. En ja, dat is hem. Waar ziet Damaru zichzelf over 5 jaren? Over 5 jaren zie ik die Damaru die 24 februari 2015 op het podium is geweest van de NDP en heeft gezegd dat hij de politiek instapt en nu eindelijk toch gaat voor een betere positie. En dan kunnen we misschien praten over een DNA-lid. Na die 5 jaren. Haten is geen optie, dus kunnen we.